Wist u dat er veel fout kan gaan met het bewaren van vaccins? Zonde, want deze vaccins zijn kostbaar. De bewaartips in deze video helpen u bedrijfsschade te voorkomen. In deze eerste animatievideo staat de wijze van bewaren en de houdbaarheid van vaccins centraal. Zorg er allereerst voor dat uw koelkast en de omgeving van uw koelkast schoon zijn. Hou in de gaten dat uw koelkast consequent staat afgesteld op de juiste temperatuur. Want temperatuurschommelingen komen de kwaliteit van het vaccin niet ten goede. Bewaar vaccins donker en koel bij 2 tot 8 graden Celsius in de koelkast. Let op, sommige oplosmiddelen, adjuvants, voor het oplossen van vaccins moeten juist niet in de koelkast worden bewaard, maar op kamertemperatuur, ongeveer 21 graden Celsius. Lees daarom per product de bewaarinstructies. Vaccins achter in de koelkast mogen niet bevriezen, want het bevriezen van vaccins kan invloed hebben op de werkzaamheid. Condens en ijsvorming moeten dan ook te alle tijden voorkomen worden. Vaccins zijn na het opwarmen, oplossen en/of aanprikken nog maar beperkt houdbaar. Ga daarom vooraf de houdbaarheid en bewaarcondities na die op het flesje, op het doosje en in de bijsluiter staan. Het is mogelijk dat de houdbaarheid van het vaccin en oplosmiddel verschilt. Bereken vooraf hoeveel vaccin u nodig heeft, zodat u een passende hoeveelheid vaccin aanmaakt en geen vaccin overhoudt. Dat voorkomt onnodige kosten. Houd de houdbaarheid van elk product bij op een memobord naast de koelkast, zodat u in één oogopslag ziet welk vaccin als eerst op moet. Let op, elk product is anders. Wisselt u van merk of dosering? Controleer opnieuw de houdbaarheid en noteer eventuele aandachtspunten op het memobord.